Nou, zaterdag 3 augustus, het is een uur of 10 intussen. We zijn onderweg voor de derde keer naar de SKS 2019 in dit geval, in Staveren, waar we nu wel op tijd willen aankomen, daarom is het een trek. We hebben ook, precies, ook het vlaggetje van de SKS er in dit jaar, dat gaat helpen. We hebben ook wind, dus het zeilt. Dus als het goed is, moeten we voor de start voor anker kunnen liggen. Dat is het plan. Nou, het weer is, het klaart dat op. Daar waar we naartoe gaan in ieder geval. Dus dat is mooi. Dus. We gaan kijken of het ons dit jaar wel lukt. Drie keer in scheepsrecht. Dat geldt voor de Lemmer. En dat geldt ook voor ons. Nou, we zijn voor Staveren. We zijn op tijd voor het eerst. En het waait ook aardig intussen. En er staan altijd golven hier bij Staveren. Wat op zich niet zo gek is met het vrouwenzand als bank. Het is nog weer even een mooi stukje varen. Nou, we hebben het dus nu wel gehaald, dus daarvoor, voor het scootjes, maar we zijn nog een beetje heen en weer aan het varen, want de start is nog niet. Ondertussen zijn de scootjes allemaal een beetje aan het inzeilen. En dan zal straks de start wel om 2 uur zijn. Dus we zitten nog een beetje, want het is best wel woelig water of we nu voor anker gaan en anders gaan we een beetje heen en weer varen. Nou, Lemmer is ook aan het inzeilen daar. Ik hoop dat je een beetje kan zien op de camera. Dit is het veld. Komt voor ons de hele Mianne uit Drachten. En die moeten natuurlijk ook even op. Twee gebroeders van Drachten, die heb ik zo niet in de picture. En daar gaat die. Ondertussen is de wedstrijd natuurlijk al een mooi tijdje bezig, al bijna een uur denk ik. En ik doe het nog maar even in het Fries, want uiteindelijk is het alweer een Friese aangelegenheid, toch net al. Nou, het Lemse scootje, wat natuurlijk voor u zou ik een winnaar wijzen, maar zie het begon wel strak aan bij de eerste treien, maar ze hebben toch op een gegeven moment inhellen. Grauw. In Grauw hadden ze behoorlijk op een hielen zitten. Toen ben ze ook nog wat inhellen. Ljouwert. Dus het is op 5e plak. Maar goed, het is nu aan de wind weer de andere kant op. Dus we moeten even zien of het straks de derde komt. Nou ja, ik denk dat op de camera dat er niks van zien heeft. Maar wij in ieder geval wel. Wij dobberen hier mooi wat heen en weg. Dat is mooi volk. Dat is net de roe af. Hoor wel mooi. Dus zussen wat. We zitten daar met Lemmer door. Lemmer laat je nou voor. Liep het. Maar
aan de andere kant daarachter zit Ljouwert. Dus het wordt wel spannend. Nou, hartstikke mooi om dat zuimertje. Vies ervan, Rob. Het is vreselijk druk op het dik, maar dat kist de camera helemaal. Ik heb nog mensen in de rode zitten. Hoi. Goed, we varen Stavre uit, 4 augustus. En dus qua temperatuur wel prima. Qua wind zouden we iets meer kunnen hebben, of niet, Jeanette? Ja, wel. Een beetje meer zon. Beetje meer zon, dat is ook prettig geweest. Ja, komt het allemaal wel. Ja. Dus, dan zie je ook eens hoe het is om een echte haven uit te varen in plaats van ergens op het IJsselmeer. Huh? Huh? Nou, meestal filmen we als we al, zeilen. Ja. Maar dat is nu niet, hè? Dus, nou, onlevering.